Zo, we zitten in de auto al eventjes. We moeten nog 4 uur rijden. Echt leuk. We zouden heel vroeg weggaan. Maar hoe lang zijn we weggegaan? We zijn 3 uur later vertrokken. Goed hoor. Ja, maar dat kan. Kijk, Dion, die zei, we moeten vroeg naar bed. Nou, dat ging al heel moeilijk. We lagen om 11:30 op bed, toch? Zoiets, ja. En we moesten er 3 uur uit. Nou, heb hij zijn wekker volgens mij 1 uur later gezet. Nee. Ik hou hem 3 uur niet af. Ja, ah joh. Maakt toch niks uit, schat? Nee, ik ben best wel moe, dat wel. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik ook, schat. Ik kan er wat moois van maken, toch? Ja. Bijzondere, bijzondere dag vandaag ook. Valentijn, onze eerste Valentijn. En dat moet wel bijzonder zijn. Toch? Mm-hmm. Ik heb honger. Ik ook. Echt, ik vind België echt zo'n vreselijk land. Mijn god, het ziet hier zo grauw en grijs uit. Alles ziet er dood uit. Het eten ziet er vies uit. Hallo. Ja, ik vind het gewoon echt een naar land. Ik weet niet of het lekker is. Nou, Belgisch drinken is dus ook niet te zuipen. Je praat ze ook al Frans, hè? Hier. Ja? Ja. Ja, je luistert toch al bonjour? Ja. Dat is toch Frans? Dat ruimt op bonjour, hè? Dat had ik ook in mijn gedachten. Druk gemaakt, hè? Haat rijden gewoon. Ik vind in Antwerpen al die gebouwen en zo, allemaal grijs. Ik ken heel België niks. Nog 3 uur en 18 minuten. Yes, we gaan weer door. You, baby, so I stand up and speak just by mine. Oh, 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 oh. You're chilling with the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Kijk dan, hij gooit ze deur even tegen die auto aan. Ze staan even vast. 600 jaar. Dat is door hoor. Kijk, kijk. Ik had hem wel even moeten filmen. Hoi Noord. Stop.
zag je hem lachen? Ja. Oh, dat is echt grappig, hè? Ja. We gaan even langs de vier auto's. Ik kom zo bij jullie terug. Maar we moeten nu echt opletten. We zijn al 6 keer verkeerd gereden. Rijd niet nog. Ik denk even dappen lopen doen ook. Zag je die? Kijk tegen die pion. Oh joh. Kijk uit jij. Gewoon even er tegenaan. Ja, dat doen ze allemaal hier. Hier, even nog een keer. Anders steek je nog 6 keer, Katrina. Zo, ze raakt hem gewoon. Ja, dan rijdt ze nu weg. Oh joh. Zal ik er ook een tikje geven? Zeg ik tikje, jij bent... Wee. De Eiffeltoren. Ik ben best blij dat ik dat ding zie, man. Toch vind ik de euro was mooier. Hallo baby. Eindelijk. We zijn eindelijk aangekomen. Hè? Wel een mooie plek, hè? Ja. Romantico. Zo, we hebben ook een slotje, die gaan we ophangen. Waar niemand op kan vinden. Nou, wat ik aan heb, ik heb een hoge broek aan met hele lange pijpen. Maar wel mooi, net op het randje. Oh. En een mooie Franse hoed. Heel lekker ding. Heel lekker. Welke kant gaan we? Nee, taxi. Police. Helemaal naar boven, helemaal daar boven. Ja? Wat wij nu gaan doen, wij gaan nu even wat lekkers kijken of we wat lekkers kunnen vinden. En wat te drinken. Het is super mooi weer. Dit vind ik gewoon lekker. Lekker, hè? Hoor je nog een baby? Ja. Het kunt niet meer worden. Nee, ik wil even eentje maken. Nu maken? Niet meer eentje maken hoor. We worden nu even getekend in Paris, bij de Eiffeltoren. Ik ga weer mee doen.
Ik mag het niet zien. 2, 3. Oké, mensen, waarom wij dit hebben gefilmd. Dit is natuurlijk super leuk om te laten doen in Parijs. Maar je hebt heel veel mensen die zo'n tekening maken. En dit is een of andere halve gare kerel. Die een tekening maakt wat mijn kind nog beter kan. Ik heb hem gekocht. Waarom? Hij gaat vragen aan je stellen en met je praten. En dan denk je bij jezelf, ach, hij heeft toch zijn best gedaan. Ja. En ze hebben het dan niet zo breed. En dan vind je hem toch aardig en dan doe je het toch. Maar dat is een deel van oplichting. Dion en ik zijn opgelicht op deze foto's. Deze tekenen het echt veilig. Gaan we even laten zien. Ik heb een aardige scheiding ook. Maar het is wel heel leuk als herinnering. Maar dit, is bizar, dit is wel best bizar. Lijk ik erop of niet? Dit is bizar. Mooi hoor. Kijk. Maar hij gaat wel, kijk, de datum staat erop. Op Valentijnsdag, hij gaat wel in de boeken. Weet je, het is super niet, hè? Ja, de boekenkast van Anne Frank. Doe eens even elastiek omheen. Het ziet er niet uit, maar het is wel leuk. Toch? Het is toch wel leuk? We hebben wel gelachen. Ja. 35 euro en dan vroeg je nog een halve mei ervoor. Dus moet je nagaan dat hij er 50 euro voor vroeg. Toen heb ik nog gezegd 35. En toen ik hem zag, wou ik eigenlijk zeggen, nou, dit is best wel heftig wat je gemaakt hebt. Maar mijn English not good. Plus, hij was best aardig. Dus ja, ik dacht bij mezelf, ik heb een goed hart, je bent maar één keer op vakantie, tenminste één keer. Je bent net met Valentijnsdag in Parijs. Ik denk het is best leuk om een verhaal te vertellen dat dit je weer is overkomen natuurlijk. Want ik ken alleen mij weer overkomen. Ik zie, hij zei, yeah, you come from Holland. Toen dacht ik, ja. Je ziet het, heb jij goed gezien. Oh my god, ik lig lekker eventjes op bed. Ik ben zo moe. We hebben best weinig geslapen. En we hebben echt veel gelopen vandaag. Nou ja, gezellig gewoon gegeten. Lekker gekletst met elkaar. Dus even samen gewoon even lekker liggen op de hotelkamer. Heerlijk. Ga je lekker? Dit is een hele lekkere Chardonnay Filhot. Die is gebrouwd in 2008. En de rest snap ik niet wat erop staat. Maar hij is wel lekker, denk ik. Ja. Ik zei de beste die hij had. Zo, ja. Inderdaad. Ik was al een beetje aan het slapen, zag je het? Dat zag ik, ja. Ik heb jou betwat. Je pakt deze maar eens even lekker vast. Wil je nou niet reserveren? Nee. Is die nog dicht? Ja. Gaan we dan als eerste daar voor de deur staan? Ja, dat is goed. En dan gaan we naar binnen rennen. En dan gooi je al alle tafels om en de stoelen. Nou, dan moeten we over, even kijken. Een kwartier gaan lopen. 12 minuten gaan lopen. Nou, dan gaan we nu opschieten. Nee hoor. Frisse morgen in Parijs. Ik heb niet. Die wacht maar tot vanavond. Filmen mis. Nee. Rustig met me, joh. Hij is weer lazig, dus hoor. Jos, die bent. Ik weet niet wat. Bonjour.
deze broek zat strak. Nou, die zit totaal niet strak meer. Kijk dan. Super veel aangekomen, oh my god. Kijk dan. Dit is een wijde broek. Oh ja, heel strak. Horen jullie de vogeltjes? We zijn net naar het hotel geweest. We hebben even een beetje gedoucht en ons opgefrist en gewoon even lekker met elkaar. En nou... Ja, om ze niet te maken te maken. De Eiffeltoren. Ja. Kijk de Eiffeltoren eens aan, hè, schat. Shit, we zitten in het hotel bij de Eiffeltoren. Superleuk. We gaan nu naar een restaurant. Ja, top. Bankje, kijk dan, super leuk. Als je hier zit. Kijk hoe mooi. Amazing. Schat, wat heb je daar? Datum. Ja, yeah, dat is een sleutel. Zit hij? Ga je sleutje in het water dan? Voor altijd. Altijd. Opdraaien.
Voor altijd. Voor altijd. Mi amor. Ja. Hij ging ineens flikken. Ja. Wat is dat? Een pauze. En ik ben klaar over de brieën nooit. Ja. Dat is al een drol. Nee, dat is geen drol, die jong. Dat is gewoon een monument. Oh ja. Wat, hoe ga jij oversteken? Wil je, ja, gewoon... je kan nog 5 keer toeteren, maar het gaat het niet echt op. Ja, ik zit weer iedereen geld te geven. Kijk, dadelijk weer wou, dankzij Destiny. Ja, ik vind het gewoon, ik weet niet, als mensen er gewoon altijd bij zitten en ze hebben geld nodig, vind ik gewoon... Ja, ik kan dat ze er wat goeds van halen. Ja, en al halen ze er wat slechts voor, dan hebben ze toch weer even 5 minuten lol. Die mensen zitten helemaal in een dal. Dat vind ik niemand niet. Ja. Dead life. Ik heb al mijn losse geld opgemaakt. Heel mijn tasje zat vol en heb ik meegenomen om een fooi te geven. Maar ik heb het aan allemaal zwervers gegeven. Lief hoor. Je bent gearriveerd. Oh, we zijn gearriveerd. Oh, waar is het dan? Is het daar? Daar is het. Of niet? Ik ben wel gek voor dat ding. Le Relais. Of waar is dat deze? Het is wel druk. De hele rij. Hey, ik zei toch, we moesten bellen. Oh, kijk hier. Zo, dan ga ik hier staan. Wauw. Dit is de rij voor dit restaurant. Dat gaan wij dus not doen, hè? Huh? Naar de McDonald's. Nou, we gaan naar een ander restaurant. Een hele leuke, goede restaurant. Daar ging ik naartoe. Komen we aan, er staat een rij van, ik weet niet, 100 man. 58.000 kilometer. Nou, daar gaan we niet heen. Dus ja, en weg voor ons. Even kijken wat er hier is. Savan. Okay, dit is dus de eerste keer dat ik zulke slakken ga eten. Iedereen eet het in Frankrijk, dus hè, laat ik dit ook proeven. Lekker. Lekker dat ze het vindt. Ik ben gelukkig met jou, baby. Dankjewel voor het eten. Jij bedankt. We zijn bij het restaurant. Bistre. Bistro Marqueuse.
Maar beuf. Op zijn Rotterdams is dit, hè? Bistro, maar beuf. Op zijn Frans is het wat anders. Ja. Super lekker restaurant. Ik heb een T-bone steak gegeten, jij ook. Ja. En slakken. Waarom ik dat heb gedaan is... Iedereen in Parijs die eet slakken. En ik dacht bij mezelf... Kijk, ik heb wel zeeslakken gegeten, maar dit waren echt zulke slakken. Dus ik dacht bij mezelf van wow. Zeeslakken zijn toch meer schelpdieren, weet je? Toch meer vis of zo. Ja. En dit zijn gewoon slakken uit de rivier. Gewoon slakken, echt. Gewoon slakken. Ja, dat zag ik. Ja. Dus... En hier staat nog steeds een rij. Ja, we gaan het oude eten. Oh my god. En, dus ik dacht bij mezelf, hè. Laat ik nou ook... Het gewoon een keer proberen, want iedereen eet het. Ik ben in een ander land. En ik ben echt wel van, als ik in een ander land kom, dat ik echt wel dingen wil proberen, hè, die ik thuis in Nederland niet doe. Dus dat ik me een beetje aanpas aan deze cultuur. Dat vind ik altijd heel leuk. Was ik daar lekker aan het eten en toen was er een vrouwtje, die was echt, die liep de benen uit de reet. Die deed alles voor iedereen. Zo lief. Ja. Leuk vrouwtje. En geloof mij, echt een top vrouwtje. Nou, even wat voor je aan de gegeven. Ze deed zelfs zo, als ze merci deed zo, ja, een hand op je rug. Het is gewoon echt een... Waardeert wel veel. Juist, gewoon echt, werkt gewoon hard voor de centen. Ze is de hele tijd om de heen aan het rennen. Eigenlijk runden ze gewoon heel de zaak, in de eentje. Ik vind het gewoon heel erg mooi om te zien. We konden er niet heen, tenminste we konden er wel heen. We moesten 600 uur in de rij staan, dan hadden de ijspegels nu aan mijn neus gehangen. Dus, oh, ja. Dus ik. Maar daar is de Eiffeltoren, hè? Niet kijken. Er staat nog open, denk je. Kijk. Hier is de Eiffeltoren. Ja, ik wou zo lopen. Ja, rechts of dan links. Dus we moeten daarheen. Naar de Eiffeltoren, toch? Ja, en daar is ons hotel. Ja. Het is best koud. Ja. Dus ja, ik vond het wel echt super lekker en super leuk, gezellig. Het was heel erg knus en chic, ja, waar we zaten. Het was echt leuk, we konden lekker met elkaar kletsen. Ik had lekker mijn schoenen uitgedaan. Zat ik eigenlijk in mijn blote tuin. Ik rook het, ja. Nou. Ik denk die vrouwen hebben kaas besteld. Nou, dat is niet aardig. Grap is grap. Nou, we werden bijna doodgereden. Ja. We waren weer even verliefd. We waren even midden op de weg aan het zoenen. Even alles vergeten weer. Ik zou echt in elke plek van de wereld kunnen wonen. Samen met jou en mijn kinderen. Ik moet wel zeggen dat ik Eli echt super erg mis. Ja, ik ook wel. Ik zei het net nog tegen je. Ja. Dat ik het echt niet... Ik vind het geen fijn idee dat hij in Nederland is en ik ben hier. Ik kon hem niet meenemen. Maar goed, dat binnenkort allemaal wel opgelost. Nou, we gaan binnenkort wat leuks met hem doen, toch? Ja. Over 2 maanden is dat, hè? Ja, Eli wil zo graag naar Disneyland Parijs. Dus daar ga ik maar met hem heen. Want ik wil wel graag met hem daar naartoe. Wij willen dat wel graag. Natuurlijk. Dus dat gaan we op zijn verjaardag doen. Dan gaan we naar Disneyland Parijs. Want dat verdient hij gewoon. Hij wil heel graag naar cars, auto's en... Auto met grote ogen. Zo, ik heb best koud, man. Dus ja, dat gaan we regelen. Wat is dit? Is dit een casino? Ja? Casino? Oh, cabaret. Oh. Nee, ik ken toch een Frans. Ik dacht, appel pikkie ML. Nou is normaal. 1, 2, 3, lavage curie. Thank you.
Waar komt het door, denk je, je chest? Nou, door het palen. Trainen doe ik niet. Dus moet daar wel van komen, denk ik. Ik heb net even mijn gezicht gewassen. Mascara heb ik wel nog op, maar... En dan heb ik hele zwarte dingen onder mijn ogen, maar ik heb wel even al mijn make-up eraf gehaald. Ik heb lekker mijn pyjamaatje aan. Heerlijk. Weer lekker fris. Weer hartstikke goed. Zo, hier nog een. Lekker slapen. Ik ga zo even een pannenkoek met Nutella halen, denk ik. Ben je serieus? Nee. Maar ik zou het niet erg vinden. Ik ben wel nog onder de Eiffeltoren. Ja. Mooi hoor, hè? Heb je het leuk gehad, schat? Wat vond je het leukste dan? De Eiffeltoren. Niet? Ja. Wat vind jij het leuk dan? Die rotonde in de auto. Ben je serieus? Ja, dat ik het wel naar zien. Oh, hij raakte helemaal in paniek. Zo, ik heb nog nooit zoveel auto's om me heen gezien. Ze kwamen onder me langs, rechts, links, over me heen, weet ik wat er allemaal gebeurde. En ik werd helemaal naar. Over me heen. Zo. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, moet ook niet vaker mee gebeuren. Nee, ik vind die Eiffeltoren wel een mooi ding. En we hebben het gewoon gezellig gemaakt. Morgen gaan we Dat was echt de beste Valentine ooit. Ja, voor mij ook. Voor mij ook. En morgen wil ik ook nog wat leuks doen hier, hoor. Ik heb morgen ook nog wel wat leuks doen. Echt? Wat dan? Schijn. Ik ben benieuwd. Sowieso even een tattoo shop zoeken. Tattoo shop? Ja, ik wil van eventueel aan mijn lichaam. Aan je lichaam? Op mijn lichaam, want het is echt speciale... Speciaal. Nee, dat is goed. Et là, cette occasion qu'on revoit et ce but qu'on revoit avec le centre de Davis, si vous êtes au deuxième point. On vient fort et. Hey, ik ben heel vingers op en ik mag niet bijten. Ah, ik ben niet zo wild weer. We hadden het echt super leuk, hè? We hebben zo lekker van elkaar genoten, zo gelachen en gekletst. Echt leuk. Alleen het reizen is nooit leuk, hè? Zelfs dat vond ik leuk. Ja, ik vond niet. Ik viel alleen wel even in slaap. Ja, ik moest strijden om wakker te blijven. Toen. En dat is best toen durf ik niet meer te slapen. Nee, schatje, luister. Nee. Luister. Ja. Morgen? Mm-hmm. Van de kerk. Van Notre Dame. Met die bult op zijn rug. Een quasi-modo. Ja. En dan heb ik een nieuwe challenge voor je. Dat je quasi-modo naam moet doen. Helemaal wild zo, hè? Zo wild. Met zo'n neus zo. Dat ken ik wel, hoor. Je m'appelle Ik heb nog een super mooi cadeautje gehad. Is dat daar? Jij verandert altijd je klauwen. Ik denk, ik koop een mand voor je met I love you erop. Van de oven. Ja, en ik heb iets van Jansen gehad, dat vind ik heel lekker. Van de Douglas. Vind jij heel lekker? En jij ook. Van jij vooral, hè? Vind je meer lekker dan? Jawel, jij vond hem ook heel lekker. Leven naar. Ik ben er zo blij mee. Ja. Jij ook bedankt. Ja, jij bedankt. Ik heb het toch met jou gehad. Doe me jouw baby.
Ik vind Parijs wel een leuke stad. Dus voor de mensen die twijfelen om te gaan, ik zou gaan, man. Ik vind het wel een leuke stad om te gaan. Sowieso is Eiffeltoren wel heel leuk om heen te gaan. En, dat vond ik vooral het leukst. Ja. Je kan er lekker eten, je kan er wat drinken. En je hebt nog 80 miljoen bezienswaardigheden. Die hebben wij niet gezien. Morgen wel. Toch? Het was vandaag gewoon een relaxe, romantische dag. Mm-hmm. Gewoon lekker leuk. Het gewoon lekker, leuk. Ja, we hadden het gewoon leuk. Weet je, ik ga niet forceren om een of ander gebouw te kijken als je het gewoon ergens leuk hebt. Ja, als je gewoon met elkaar wil zoenen. Ja. Ik dacht... In plaats dat je daar een berg gaat beklimmen waar je helemaal geen zin in hebt. Ja. En waar ook, ja, het was gewoon leuk. Het was echt zo gezellig. Morgen gaan we even wat cadeaus halen. Wat souvenirs, toch? Ja. Wat voor Ila halen. Ik mis hem wel. Ja, baby. Weet niet, mama bed papa. Eli mama bed papa. Je zaten ook nog naast het hotel waar je hebt Paris tegen Bayern München vanavond. En we zaten naast het spelershotel van Bayern München. Dat was wel leuk. John heeft leuk even de blind uitgescholden. Ja. Op zijn dode gemak. Waardeloos ventje. Heb je niks aan. Al die mensen keken mij aan, want ben je allemaal wild aan het doen? Die Franse mensen snapten er geen pepernoot van. Ik ben maar gewoon weggelopen hoor, want ja. Ik laat hem allemaal maar. Dan is hij me vanzelf wel weer eens kwijt. Nou, jij houdt wel goed in de smies hoor. Ja? Doe je dat? Ja. Geloof mij nou. Ik kwam ook een man die een armbandje om mijn hand duwde die een gast die even rooi. Mag niet zo. Hij heeft even helemaal naar. Ja, raak wel. Ja, maar ja, dat heb je in elke stad wel, weet je. Kijk, als je bijvoorbeeld naar Turkije gaat, dan word je over elke winkel ingetrokken, zeg maar. Nee, ik heb daar ook geen last van, hoor. In Turkije. Ja, echt niet. Dat geloof ik niet. Nee, ik zeg... Jij vooral. Nee, echt niet. Ik heb er wel last van, laat staan jij. Nee, echt niet. Ik, Nee. Ik niet. Jij ziet er misschien heel erg ongeloofwaardig uit. Ik heb gewoon de hoop van, ik kom niet. Raak me één keer aan. Oh, zo. We gaan de vlog afsluiten. Ja, oké. Oké, zeg jij het dan deze keer? Au revoir. Merci, dawa, chaché. Dat betekent bedankt voor het kijken. Liaison à commentaire. Laat een reactie achter. Dat was super goed. Groetjes vanuit Paris. Voulez-vous coucher avec moi? Je m'appelle vuist in mijl. Vuist op je mijl. Doei. Doei.